Welkom allemaal. Mijn naam is Chef van den Berg en ik ben Olympisch handboogschutter. Straks gaan we dus naar de handbooglocatie waar ik zelf ook iedere dag train. En dan gaan we een paar pijlen schieten. En dan ga ik het jullie uitleggen en tips geven voor degenen die zelf een boog mee hebben genomen en daar de behoefte aan hebben. Ik ben begonnen met boogschieten omdat mijn vader al boogschieten deed. Op een gegeven moment, toen was ik 4 jaar oud. En toen hield ik me niet meer op met, Mark alsjeblieft mee, Mark alsjeblieft mee. En toen heeft hij gezegd, oké, je mag wel mee, maar voorzichtig. En dat vond ik zo leuk dat ik eigenlijk iedere week meeging. Nu ben ik hier beland waar ik iedere dag mag schieten. En dan nog voor betaald krijgen. Laat je hand zo in dat die lijn hier bij je duim, dat die aan de zijkant komt. De elleboog hoger. De elleboog omhoog van de pijl. Probeer voor jezelf altijd te blijven halen dat je het gewoon doet omdat je het leuk vindt en niet voor iets anders. Gewoon genieten van het moment. Ik vond de clinic echt geweldig. Het was de beste ervaring van mijn leven. Het was best wel vet en ja, ook zoals ik zei, leerzaam. Heel erg leuk en heel erg leerzaam, want ik heb nooit boog geschoten en ik vond het echt super leuk. Ja, ik hoop vooral dat jullie gewoon een heel leuke dag hebben gehad en veel hebben geleerd. En een beetje een kijkje hebben gekregen in de keuken van de Nederlandse handboogsport. En geïnspireerd zijn ook.